Ja, de komende tijd. Nee, vanavond in de persconferentie, nou zeer waarschijnlijk wel flinke versoepelingen voor de horeca en dus ook voor kroegen dit keer. Zij mogen vanaf 5 juni waarschijnlijk tot 10 uur open blijven. Nou, en hoe lekker zou het dan zijn om met een biertje op het terras naar het Nederlands elftal te kijken? Ja, dit is natuurlijk een heerlijk beeld, echt als vanouds. Maar als het aan het Veiligheidsberaad van Burgemeesters ligt, dan komen er geen grote schermen bij de horeca waarop het EK kan worden gekeken. Sterker nog, er zou een verbod moeten komen op het buiten neerzetten van die grote schermen. In ieder geval bij de start van het Europees kampioenschap. De meeste burgemeesters uit het Veiligheidsberaad vinden het nog te vroeg om met een grote menigte voetbal te kijken in de kroeg of op het terras. Daarom steunen ze de oproep van demissionair minister Vert Grapperhaus, die zegt, ja, kijk dat voetbal in ieder geval voorlopig nou nog gewoon thuis. Dat is natuurlijk tot groot verdriet van die horecaondernemers, voor wie die volle terrassen met het EK altijd lekker zijn. En zeker natuurlijk in deze tijd. Zij zeggen, ja, wij kunnen het allemaal veilig regelen, dus gun ons die extra omzet. Ja, hebben ze daar ook echt iets aan die extra omzet? Ja, die kunnen ze denk ik wel goed gebruiken. Ik bedoel, er zijn natuurlijk in de horeca hele zware klappen gevallen. Maar je ziet dat ook met de versoepelingen die dan waarschijnlijk vanavond worden aangekondigd. Het gaat toch nog mondjesmaat. Je hebt het over 30 mensen binnen in een kroeg. Nou, dat is wel een belangrijke stap. Maar of dat voor veel horecaondernemers echt genoeg is, dat betwijfel ik. Maar aan de andere kant zou je kunnen denken, als je dan die 30 mensen binnen in je kroeg hebt, dan kan je net zo goed de tv aanzetten. Ja, alleen die beelden die we net zagen, dat zag er niet uit als 1,5 meter afstand van elkaar. Maar iedereen dat was die daar om toen elkaar we heen nog onwetend waren en een pandemie iets was uit een film. Ja, nee, dat klopt. Maar ik denk dat soort beelden dat nog wel even gaat duren inderdaad. Als je kijkt naar het tempo van de versoepelingen nu, dan lijkt dat er gewoon nog niet in te zitten. Ja. Wat zegt jouw gevoel als je dan hoort over de ondernemers, de horecaondernemers die zeggen, joh, dat kunnen wij prima veilig organiseren? Nee, dat geloof ik niet, dat we dat veilig. We moeten nu al blij zijn dat wij behoorlijk naar beneden gedaald zijn. Dat stemt ons blijdschap. Waarom kan het niet veilig dan? Oh ja, ik geloof niet of je moet er iets omheen creëren wat je bij de evenementen nu bent, dat je van tevoren getest wordt. Ja, dan kunnen we wel, denk ik, veilig naast elkaar komen. Maar zomaar een scherm buiten en iedereen even lekker naast elkaar aan knuffelen is. Ja, daar ben ik wel een beetje bang dat die IC-kamers ook weer vol zijn. Ja. En dat willen wij absoluut. Een stoeltje op 1,5 meter afstand. En wat zeg je? Een stoeltje op 1,5 meter. Nou, maar als je zo'n feestelijk is, dan kan je dus je zich niet vasthouden aan de stoel. Dan wil je toch gaan bewegen en dan wil je toch een biertje. Nee, nee. Dus, maar daar zal toch een oplossing voor gevonden worden. Ik ben heilig van overtuigd. Als je de ondernemers ook laten creatief gebruiken, dat het wellicht wel een oplossing komt. Rotterdam dan, die wil met een nieuwe techniek.